sluit aan bij twee marktmeesters, Ad Bakkers en Leon Donkers. Heren, hoe is het? Goed, het loopt goed. De markt staat vol en het weer is goed, dus het loopt echt als een treintje. Hoe laat waren jullie op pad vanmorgen? 3 uur ging de wekker. 3 uur ging de wekker, dus 3:30 hier? 3:30 waren we hier, stonden de wagens alweer geladen met stellingen. En toen zijn wij 3:45 begonnen met opbouwen. Hoeveel kramen hebben we? Dat mag Leon zeggen, want ik weet het niet precies. Er zijn er kleine 160 kramen hebben opgezet. Nou, hebben wij begrepen onderweg al dat jullie het plein ook helemaal bezet hebben? Ja, het plein hebben we een beetje anders opgezet. Ook om de Bogaert, het terras van de Bogaert en die jongen hier Neffen, om daar mee te laten doen. Die hadden ze ook gevraagd aan ons, dus we hebben een ander opzetje gemaakt op het plein. En we hopen dat dat gaat slagen dit jaar. De geluiden zijn in ieder geval positief. Nou, dat is al heel leuk, hè? Ja, dat is daar mooi. Doen we het voor. Ja, job! Hey! Gilles Sint Joris, zo de zaak allemaal kapot? Ja, dat mag hier. Thuis mag het niet, maar hier mag alles kapot. Uiteraard doen wij deze voor een goed doel. En dat is het uniformenfonds van de gilde. We hebben van allerhande dingen te doen hier. Je kunt hier het servies gooien. We hebben tomatenplantjes die zelf gekweekt zijn. We hebben vogelkooikers die zelf gemaakt zijn door de leden. Jongens die fietsen. 6 wielrenners fietsen 6 uur en dat komt het totaal van een aantal kilometers. Dat kan geraden worden. Er zit een mooie prijs aan. Heel veel succes. Oké, bedankt. Okay. 24, jammer. Jammer. Dat is te veel. Grote regel. Ja. We hebben dit jaar niet vele envelopjes, maar we hebben het 21-spel. 21 de eerste prijs, 20 de tweede prijs enzovoort tot en met 17. Wat is de hoofdprijs? Deze fiets. Aha, en die heb je één fiets? Eén fiets. Als we naar 2x21 zijn we dan? Ja, dan moeten we fietsen bijhalen. Gersel treft. Dat lijkt me iets nieuws. Inderdaad, dat is helemaal iets nieuws. Wij zijn een nieuwe stichting in Gijssel en wij willen eigenlijk activiteiten organiseren. Zeg maar een beetje aansluitend op de activiteiten die er al zijn. Dus we willen eigenlijk wel iets alternatiefs doen. En dat kan zijn zoals nou vandaag een silent disco. Of een paar weken geleden hebben wij een disco georganiseerd gewoon voor wat oudere mensen. Om een beetje te dansen. En, wat moet ik me voorstellen met wat oudere mensen? Nou, dat zijn mensen van 30 plus, dus was de gemiddelde leeftijd was daar zo'n beetje rond de 40, 45. Waren we ouderen, wij jongeren, maar ja, dat was heel gezellig geweest. Dus we hebben goed gedanst en goede muziek gehad. En dat is ons eigenlijk om te doen. Met hoeveel mensen doen jullie dat? Wij zijn ongeveer met 10 man. Heel veel succes zou ik zeggen. Ja, nou dankjewel en ik hoop dat je er nog meer van gaat horen. Het loopt als net aan, zeker dat spijtje jongen. Dus, Voor dat prijsje waar je ze verkopen, dat is... En zijn ze wel goed? Dubbel A, super kwaliteit hier, maar eens kijk man, dat mag je in Nederland niet meer mee. De opbrengst voor de klomp? Ja, dat is voor de fanfare. Nieuwe instrumenten? Ja, nu vuurzorg. Oké, goed, heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Veel beter als andere jaar, want het zijn heel veel verschillende dingen. Vroeger hadden we toch wel heel veel van hetzelfde allemaal. En dat is nu niet? Nee. Wat me ons opvalt is dat ook het plein er helemaal bij betrokken is. Ja, vind ik heel leuk. Ja, ja. We hebben niet voor niks een nieuw plein, hè? Nee, zo is dat. Ja, ja. Gaan we nog op kopjes uit? Ja. En als pers is onze eigen vereniging en ons eigen volk steunen. Komt uit? Tilburg. En wat vindt u er verder van de jaarmarkt? Nou, ik vind hem heel mooi opgezet, zoals elk jaar. Alleen het enige wat ik dus mis, dat zijn toiletwagens. Want je bent nou al verplicht om naar een horecagelegenheid in te gaan of iets te drinken. En dat is wel een nadeel. Het is weer leuk. Vandaag nemen we aardbeien mee en asperges en een eigen kopen. Asperges moeten vlug zijn, want ze zijn bijna op. Ja, dan moeten we vlug doen, Jan. Maar ik vind het trouwens wel leuk met het plein dat ze nou gedaan hebben. Volgend jaar feest hoor ik bij de Dorsvlieg. Ja, dan gaan we ons 44 jaar bestaan vieren.
En daar volgen nog het een en het ander aan activiteiten. Dus, maar dat laten we nog even geheim. De opbrengsten van deze markt dragen daar weer aan bij? Die dragen zeker daaraan bij. Deze markt en onze rommelmarkt en alle onze evenementen die we organiseren, die dragen daar allemaal aan bij. Ja. Ja. Nou, heren, nog een paar uurtjes, tot een uur of 5, 6 denk ik. Dan, Nou, dan begint het eigenlijk weer net, want om 5:30, 6 beginnen we alles weer af te breken. En dan proberen we om 1:00 of 8 eigenlijk weer hier binnen. 8:00? Ja, ja. Nou, heel veel succes nog. Dankjewel. Ja.